voel het weer. Ik heb er weer zin in. Dan zeg ik dat. En ondertussen zit ik te denken dat het weer niet zo'n heel goed weekend wordt. Want, godsamme, weer een heel lul verhaal. Wat ik nou eigenlijk wilde zeggen. Oh, shoot. Goedemorgen allemaal, het is vandaag maandag. Welkom bij deze nieuwe vlog, mijn naam is Danielle. Het is vandaag maandag, de eerste schooldag weer van Islotte. Sarna die hoeft pas morgen weer naar school. Dus morgen eerst nog een introductie en dan woensdag pas de eerste echte schooldag. Net hebben we Islotte naar school gebracht. Ze hadden een opening van het schooljaar met ochtendgymnastiek. Dus het was super, super leuk en leuk georganiseerd. Nu sta ik weer bij mijn vertrouwde koffiezetmachientje. En ga ik een lekker kopje koffie zetten en lekker ontbijtje maken. En ik ga lekker ontbijten met een bakje kwark. Want daar heb ik wel weer behoefte aan. Ik heb sowieso weer behoefte aan gewoon weer eentje gezond leven. De afgelopen dagen, zeg maar, nadat we terugkwamen van vakantie, was het een beetje 50-50. En nu denk ik, ja, ik voel het weer. Ik heb er weer zin in. En ik ga weer lekker... mijn gezonde levensstijl oppakken. Ik heb hier dan ook weer mijn favoriete Lindos kwark. Die heb ik van de week al gehaald. Dus ik was al... Die had ik van de week al gehaald, dus ik was al goed voorbereid. Dan pak ik een klein lepeltje, want dan eet ik wat rustiger. Als ik zo'n grote lepel gebruik, dan met twee happen is mijn bak kwark leeg. Zo dwing ik mezelf om wat rustiger te eten. Ik ben dus iemand die heel snel eet. Wat ik wel grappig vind is dat nadat je in de vakantie toch wat ongezonder hebt gegeten, merk ik dat ik nu ook wel echt wel weer behoefte heb om weer het gezondere eten op te pakken. Waar ik eigenlijk andere jaren ook best wel heel veel moeite had om, moeite had om te beginnen. Laat ik het maar zo zeggen. En nu heb ik dat eigenlijk helemaal niet. En heb ik eigenlijk... juist wel weer heel veel zin in. Dus ik heb hier mijn bakje kwark. Ik moet natuurlijk ook weer gewoon aan het werk. Oh, bijna lepel door mijn monitor heen. Dus we komen weer in het normale ritme. Dus koffie erbij, want tijd voor koffie. Kwarkje erbij. En dan gaan we weer aan het werk. Jij daar? Nee. Lekker tomaatje pikken, dat mag er, schatje. Mijn moppie is thuis. Hoe was je eerste ochtendje op school? Leuk! Ja, was het gezellig in de klas weer? Ja? Lieve juf? Meer dan lief! Maar jij blijft altijd de liefste. Ah, jij ook. Liefste dochter. En liefste mama. Ja. Maar nu kan ik even niet kiezen welke juf nou het liefste is. Oh, maar ze zijn toch allemaal lief? De club. Nou, jij bent de allerliefste. Liefste mama. Ja. Nou, wij gaan lekker even eten, lunchen. De mannen die zijn even de hort op, dus we zijn met z'n tweetjes. Is ook wel mijn echt gezellig. Ik heb weer een lekkere salade gemaakt van rucola sla, een beetje bosui, komkommer, tomaatjes, een paar uitgebakken spekjes, een beetje mayonaise. Heel de rattenplan. Dus weer een gezonde maaltijd, weer redelijk back on track op de gezonde tour. Dus hier ga ik lekker van smullen, want dit heb ik eigenlijk wel een beetje gemist, mijn lekkere saladetjes. Dus hier ga ik lekker van eten. Even mijn haar vast gedaan, want ik heb het ontzettend warm. En ik heb was het ook net weer... het gimmen, want ik zweem nog steeds helemaal kapot. Was het gimmen ook leuk? Ja, maar ik zweem me echt. Ik zweet me helemaal kapot. Ja, het is ook best wel benauwd. Ik moet wel weer even wennen aan mijn eigen kookplaat. Want ik had natuurlijk mijn spekjes alweer aan laten branden. Dus nou goed. Maakt niet uit. Kan gebeuren. Zo, en het is inmiddels tijd voor het avondeten. En ik heb ook wat spersieboontjes gemaakt. Ik heb een klein beetje rijst en twee braadworstjes. En dat gaan wij lekker eten. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. En ik zit klaar om aan het werk te gaan. Ik heb even lekker mijn haar gewassen, maar ik moet zo nog even mijn haar doen. En ik heb net Islotte naar andere school gebracht. En ik heb al een heel groot rondje gelopen. Dus deze dag is alweer heel goed begonnen. En ik zit nu weer klaar met mijn bakje stracciatella kwark. Met mijn
kopje koffie en mijn flesje water. Of eigenlijk zit er suikervrije limonade in. Heel klein beetje. Vind ik altijd fijn om mijn vitamines nog innemen. Dan vind ik altijd fijner om met limonade te doen dan met water. Ik snap ook niet waarom, maar dat is nou helemaal zo. Dus wij gaan deze dag weer lekker beginnen. Lekker lunchtijd en heb ik lekker voor ons allemaal eten gemaakt. Ik heb een koolhydraatarm bolletje, een beetje mayonaise op gedaan, een plakje ham, rucola sla en een gekookt eitje. Dus dat ga ik lekker eten. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdagochtend. Ik ben alweer eventjes aan het werk. Iselotte zit alweer lekker op school. Ik heb alweer een kopje koffie, dit is volgens mij al mijn tweede of derde. Ik heb mijn ontbijtje ook al op. Ik had lekker een beschuitje met filet en ham. Dus het gaat weer helemaal top. Ik merk ook echt wel dat het weer heel erg goed gaat met het ritme oppakken. En het gezonde leven, het gezonde eten oppakken. Het afvallen. Nou ja, jullie weten hoe ik daarin sta. Laten we zeg maar zo na de vakantie weer in het ritme komen. Dat gaat me eigenlijk heel erg goed af. En we zijn nu bijna een week terug. En dat betekent dat ik al een hele week geen cola heb gedronken. Ik heb gewoon gezegd tegen Jeroen, ik ben even klaar met de cola. En op vakantie heb ik dat ook weer wat meer gedronken. En ik wil gewoon eens even kijken wat dat met me doet, zeg maar, als ik even gewoon een tijdje geen cola drink. Dus nadat we teruggekomen zijn van vakantie heb ik geen cola meer gekocht en dus ook niet gedronken. En ik had eigenlijk verwacht dat ik het daar heel moeilijk mee zou hebben, maar ja, ik mis het eigenlijk niet eens. Hoewel ik het normaal echt wel heel erg lekker vind om een lekker koud blikje cola te drinken. Misschien scheelt het ook dat het nu niet zo warm is. Want ik vind het vooral ook heel lekker als het lekker warm is, lekker koud drinken. Maar het gaat me eigenlijk heel goed af, dus ik sta al een week droog. Ja, ik maak het wat zwaarder dan het is. Maar ja, het gaat me eigenlijk ook heel goed af. Dus ik drink nu eigenlijk alleen maar koffie, thee, water en suikervrije limonade. En ja, het eten gaat eigenlijk ook heel erg goed. Dus ik ben eigenlijk heel erg blij dat ik het weer zo makkelijk kan oppakken. Ik denk ook wel dat het heel erg scheelt dat we thuis zijn gekomen. En dat ook de kinderen gelijk naar school moesten en wij gelijk weer aan het werk. Dus ja, dat je ook wel weer gelijk in het ritme komt. Dus dan scheelt het ook wel. Dan gaat het denk ik ook wel wat makkelijker. Maar ja, ik moet eigenlijk echt wel zeggen dat het heel erg goed gaat. Dan zeg ik dat. En ondertussen zit ik te denken dat het weer niet zo'n heel goed weekend wordt. Want ik ben aanstaande maandag jarig. Dan is het 6 september. En ja, de vlogs die lopen nog steeds een beetje voor. Ik moet nog even kijken hoe ik dat ga doen. Of ik misschien, want ja, in de vakantie ben ik zeg maar wat verder vooruit gaan vloggen. Zodat ik wat meer speling had met edit en zo. Ik denk ja, als ik dan in de vakantie er misschien niet naartoe kom of het internet is slecht, dat ik zeg maar wat meer tijd had om te vloggen of om de vlogs te editen. Dat ik niet zo kort erop hoefde te zitten. Dat ik voor mezelf iets meer ruimte gecreëerd. Dus ja, de vlogs, nu ik dit opneem, lopen de vlogs nog steeds 2 weken achter. Normaal lopen mijn vlogs altijd 1 week achter. Ja, ik moet nog even kijken hoe ik dat weer ga corrigeren. Ik vind het ook niet leuk om een hele week niet te vloggen. Dus misschien dat ik dan 2 weken... Normaal vlog ik dus van maandag tot woensdag en donderdag tot vrijdag. Dat ik dat misschien dan in 1 week doe. Zo, ik weet nog niet hoe ik het ga fixen. Moet ik nog even kijken. Maar goed, dat wilde ik niet zeggen. Ik wilde zeggen dat ik aanstaande maandag dus jarig ben. Ja, ik word 42. Oh my god. Dus dit weekend vieren we al een beetje onze verjaardag. We gaan dat weer een beetje in stukjes vieren. Zaterdag komt mijn vader, dat komt toevallig zo uit. Komt mijn vader en Tony. Zondag komt mijn broer. Jeroen en ik zijn vlak na elkaar jarig. Ik de 6e, hij de 14e. Dan denk ik dat ik het weekend erop, zeg maar, voor vrienden en zo doe. Ja, ik
komt even zo uit. We doen het wel vaker een beetje verspreid. Soms doen we het ook gewoon allemaal echt op één dag. Het ligt er net een beetje aan hoe het uitkomt en hoe en wat. Godsamme. Weer een heel lul verhaal. Wat ik nou eigenlijk wilde zeggen, is dat dus mijn verjaardag eraan komt. En dat we dus twee keer een feestje hebben dit weekend. Ja, en dan ga je natuurlijk toch weer... Nou, ik ga niet helemaal ongezond eten. Maar ik heb wel gepland om lekker appeltaart te maken. Naar het recept van mijn vader. Want die kan echt de allerlekkerste appeltaart ter wereld maken. Ik hoop dat ik het weer kan evenaren. De vorige keer was het wel heel goed gelukt. One hour later. Maar wat ik dus wilde zeggen, is dat ik dus nu al heel gezond bezig ben. Maar dat er dus wel weer een feestweekendje voor de boeg staat. Maar ja, dat, ja, zo werkt dat, hè. Zo gaat dat in het leven. Beetje afwezig geweest vanmiddag. Ik heb eigenlijk liggen relaxen op de bank. Even een beetje YouTube filmpjes gekeken en dat soort dingen. Ik was een beetje moe. Ik ben ook een beetje verkouden. Ik heb wel een coronatest gedaan en die was gelukkig negatief. Dus ik denk gewoon een verkoudheidje. Dat is natuurlijk ook echt wel weer een beetje de tijd van het jaar. En nu heb ik lekker eten gekookt. Het is een beetje een ratje toe geworden, want we hadden geen eten eigenlijk meer voor vandaag in huis. Dus ik heb wat restjes gepakt uit de vriezer, want vanavond komen de boodschappen binnen. Als ik eraan denk, zal ik alweer even een shoplog met jullie delen met wat ik allemaal weer gekocht heb. Ook een heleboel ongezonde dingen, want nou ja, zoals ik al vertelde, hebben we dit weekend een verjaardag. Een verjaardag? Eigenlijk niet een verjaardag, maar mijn verjaardag. Je bent de liefste verjaardag. Dus daar hebben we gewoon ook allemaal lekkere dingen voor in huis gehaald. Maar nu, voor nu heb ik nasi gemaakt. Gewoon kipfilet, dat had ik nog in de vriezer liggen. Ik had nog een klein half zakje roerbakgroente. Ik heb nog wat broccoli erbij gedaan. En ik heb één opscheplepeltje zilvervliesrijst bij mij erdoorheen gedaan. Omdat het niet heel veel groente was. En ook maar twee kipfiletjes. Dus eentje voor mij en eentje voor Jeroen. En dan denk ik dat ik al iets meer kipfilet heb als Jeroen. Maar ja, Jeroen heeft wel gewoon veel rijst erbij. Nee, niet mijn kip pikken. Mag ik jouw kip pikken? Dus dat gaan we lekker eten. Nou, ik heb net Islotte naar bed gebracht. En net toen ik even naar de wc moest en uit de slaapkamer sneakte, kwam de Albert Heijn bestelling binnen. Dus ik zal proberen even snel door onze shoplog heen te gaan. Het is best wel veel wat we besteld hebben. Maar we hadden natuurlijk ook heel weinig meer in huis, omdat we natuurlijk alles voor de vakantie een beetje op hadden gemaakt. Dus ik ga het gewoon laten zien. Dit zijn de diepvriesdingen, die heb ik even als eerste uitgehaald. Dit heb ik eigenlijk altijd standaard in huis. Altijd wat frietjes, wafeltjes, aardappelballetjes, dat je dat altijd makkelijk kan pakken. Dit was een tipje van een ander Instagram account. Dit was in de aanbieding ook bij Albert Heijn. En ik dacht dus, aan het viscuisine, vroeger aten we dat wel. Zo af en toe is. Vroeger bedoel ik echt nog toen ik thuis woonde. En ik dacht altijd van ja, daar zit dus best wel veel koolhydraten in. Dacht ik dus. Maar daarom altijd etiket lezen. Want niet alle varianten zijn koolhydraat geschikt, om zo maar te zeggen. Maar zoals deze, dit is dus een pikante versie. Die heeft dus maar per 100 gram. En in deze portie zit volgens mij 190, dacht ik. Oh, 380. Dus zeg maar één portie. Want dit is volgens mij gewoon voor twee personen. Er zitten twee porties in. Dus zeg maar ongeveer één portie. Heeft maar 3,9 koolhydraten. Dus hier heb ik heel veel zin in. En was nu in de aanbieding. Twee gratis. Dus ik heb een pikante. Eentje met zomerse groenten. Die heeft 4 koolhydraten. Dan de Italiano. Die heeft maar 3,8 koolhydraten. En de Bretagne, die is dan wel wat hoger. Die is dan 9,8 koolhydraten per portie. Dus daar was ik blij mee, denk ik. Hebben we toch weer eventjes wat nieuws en wat anders om te proberen. Dus ook een tipje voor jullie.
Ik ga het gewoon eventjes snel zo laten zien. Dan kan ik het allemaal weer snel opruimen. Hier heb ik melk. En vla heeft Jeroen denk ik gehoord voor zichzelf. Chocolade vla. Hier hebben we van alles en nog wat. We gaan van de week chocoladelappen eten. Die waren in de aanbieding. Dus dat heb ik gekocht. Rucola sla. Wokgroenten voor bij de nasi. Oh, shoot. Kijk. Dat is minder leuk. Er is een slagroombus ontploft. Nou, ik ga het toch eventjes uitpakken. Als dus één slagroompot ontploft. Denk ik nog uit de wagen halen of zo kapot gegaan. Maar ja, de helft van de boodschappen zat dus onder. Nee. Gewoon helemaal gescheurd. Maar goed, wat heb ik hier? Ik heb hier roomboter voor onder andere in de appeltaart. Slagroomboter. Ja, slagroomboter. Ik heb gewoon wat vleeswaren, ham, filet, mijn favoriete vleeswaren. Ik heb hier nasi-groenten voor in de nasi. Leverworstje om voor het verjaardagsfeestje worstje te snijden. Nog een likkenpot ook voor. Die krijgen ook mensen voor de lunch te eten. Dus daar heb ik ook voor gekocht. Kip voor de nasi. Rucola sla. Broccoli. Slagroom voor bij de appeltaart. Nou en dus riblappen. Want die waren in de aanbieding. Ik ga lekker draadjesvlees maken. Wee. Hamblokjes. Ook altijd in huis. En stoofpeertjes. Dat vinden Jeroen en de kinderen super lekker om bij draadjesvlees te eten. Dan heb ik hier... Cupcakes ga ik maken, want er komen ook kinderen die niet van taart houden. Appeltjes voor in de appeltaart, spijs voor in de appeltaart. Chocola voor Jeroen. Beschuitjes, normaal heb ik die altijd van afvallen met Brechtje. Dit zijn dus geen koolhydraatarme, maar ja, ik heb nog geen bestelling meer gedaan bij afvallen met Brechtje. Dus ik heb maar eventjes deze gekocht. Nou, wat brood was, dat afpakbrood was ook allemaal op. Mayonaise was op, aardappeltjes en de kussen. Bakmix voor de appeltaart. Ik kon er even niet op komen. En dat is custard. Naar recept van mijn vader doe ik dat altijd onderin een laagje in de appeltaart. Zodat het vocht dat uit de appeltjes komt niet in het deeg trekt. Maar het deeg gewoon lekker blijft. Dan witte kaasblokjes. Dat vind ik gewoon lekker door de salade heen. Chocoladevla voor Jeroen en flessen melk. En dan hebben we hier nog wat. Bijna kapotte eieren. Niet zo slim van Albert Heijn om het in een kartonnen tas te doen. In de papieren tas. Voor bij de nasi hebben we wat kroephoek. Een komkommer. Nog wat eieren bij de nasi. Nog wat eieren. Dat is natuurlijk ook voor in de cupcakes en dat soort dingen. Ook nodig. We eten best wel veel eieren. Tijger volkorenbrood. Ja, ik zou zeggen, is het wel volkoren? Ja, het is volkoren. Cola voor de verjaardag. Volgens mij was dat het wel. Was het, ja. Ja. Dus nou, valt op zich nog wel mee. Dus dat was deze Albert Heijn shoplog.